Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik zit nu met een probleem, kijk. Ik heb niet meer aan. Hoe komt dat? Hoe komt dit? Ik pak jullie wel mee. Kijk maar ook eens naar mijn wekker. Zet ook volledig uit. Er is geen stroom. Ai, ai, ai. Want hier zie je dat ook nog heel goed. Dat er geen stroom is. Ziet eerst het niks op de display. Dat nu ook nog. Dus ik ga nu mijn blouse aandoen. En dan, ja, straks even vertrekken naar mijn wijk toe. Ik kan hier toch niks doen. Dan gaan we maar eens werken, hè. Alleen wat ik heel raar vond was deze morgens. Ja, dus voor mij nu. Dat er een alarm toen continu afging. Ik zat op mijn YouTube nog zo te kijken, zo voor wakker te worden. En in één keer buffering. Ik zeg, allee, wil het internet weg. Oké. Ik stond op. Ik keek naar mijn wekker toe hier. Joink, niks op het display. Toen wist ik al hoe laat dat was. Dat er geen stroom meer is. Want zelfs op mijn microgolfoven, die stikt altijd in. Ik ben nu op mijn blouse in aan het steken in mijn broek. Ja, daar staat geen dingen op, hè. Geen timer. Kijk maar, die staat ook volledig uit. Voilà. Ja. Shit happens. En ik ga sowieso zeggen, ik ben nog altijd niet 100%. Maar het overgeven is al verminderd. Ik denk dat ik er nog een paar keer moet gaan hoor, naar de wc. Dat je daar toch wel melden hoor. Oh. Want ik heb nog altijd aan mijn onderbuik. Dat kan ik misschien ook doen. Goed idee, goed idee. Pak uw fles mee. Just. Daar al van waar heb ik die gezet. Hier is hem. Dus die ga ik dan ook meenemen naar mijn werk toe. Samen met dat één buisje. En dat één buisje, waar heb ik die nu weer gelegd? Ah, daar. Tudum. Voilà. Die pak ik ook mee. Dus nu ga ik even gauw een check-up doen. Check-up van spuitje. Ja, check. GoPro, check. GSM, check. Portefeuille. Not check. Die steekt nog in mijn andere broek. Hier is hem. Ja. Voel hem. Hoi. Alles goed, mensen? Ja, oké. Zo ellendig als een hond ga ik dus nog altijd werken. Kijken. Nee, er is nog altijd geen stroom. Dus, bye bye woning. Je weet dus ook niet als mijn lichten gaan aanspringen, ja of nee. Ik heb het toch zo laten door. Want ik wou zeggen, dan zet ik de plauw af. Maar ik heb ook nog van alles in mijn diepvriezer steken. Dus dat is ook niet. Wacht eens. Ik kan misschien wel de verlichting uitzetten. Eens ergens kijken. Bestaat er ook een plakje voor mijn verlichting? Eens even kijken. Bel, verlichting, slaapkamer. Inkom, SAS, die mag uit. Verlichting, neefkeuken, ja. Oké, okay. Die gaan dan ook uit.
Stopcontacten. Ah, daar. Stilverwarmingsmachine trok eens. Oké, de verlichting staat uit. Normaal gezien. Dus als er nu terug stroom is, mag normaal gezien mijn verlichting niet aanspringen. Ik hoop dat dat dan ook zo is. Ik ga toch nog eerst naar de kleine kamer toe. Tot zo allemaal. Joejoejoe. Zo, ik ben weer al thuis. Aangekomen. Dan ga ik zeggen dat ik vandaag op mijn werk heb op pijn geleid. Allee, maar ik moet nu heel dringend naar de wc. Tot zo. Weet je wat? Hier is even de intro van Psycho TV. Ik zal zeggen, geniet ervan. En terwijl zit ik even op de wc. Dus daarom dat ik dat zo ook laat aanstaan. Dus hier is de muziek. Welkom op mijn kanaal. Dan blijven jullie op de hoogte van het wijden en zijden. Bedankt om een deel uit te maken van mijn leven. Dat is ook weer waar. Blauw duimpje omhoog, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Noem maar op bij deze. Kijk hem maar aan, laat hem niet, dames en heren. Ik hoop dat het muziekje nu gedaan is. Ik hoop het. Dus ja. Dus ik hoop dat jullie er hebben van genoten van het muziekje. Oh, lekker. Even mijn pc'ken nog dan nog opstarten. Ik ga de vlog al in elkaar zetten. Ja, door de week kan het zijn dat daar een redelijk korte vlog is van 5-10 minuten. Meer niet. Dus. Dan zeg ik ook wat ik heb gedaan vandaag. Zo gelijk, ja, wat ik heb gedaan vandaag op mijn werk. Daar is dus ja, inpakken van bussen in kartonnen dozen. Die dan door een stickermachine duwen. En dan ook nog stapelen. De bussen uithalen uit de dozen. En die dan ontstickeren. Dan dat doorgaat naar mijn andere collega. Dan heb ik daar ook eens gestaan. Voor dan die bussen te busstickeren. Een heel gedoe. Heel gedoe. Ja, maar meer heb ik echt niet te vertellen. Ik ben dus ook zo eens heel snel aan het kijken. Als ik eens een leuk iemand ben tegengekomen. Misschien al van... je weet maar nooit... WeTransfer. Heb je dan daar ook een bestand op staan? Oké. Ah, dat is ook voor donaties. Ja. Nu snap ik hem. Nu. Ik ga eens even kijken als er al inzendingen zijn van Rollercoaster Tycoon, Eurotruck Simulator, noem maar op.
Ah. En naar wie is dat eigenlijk allemaal gestuurd? Ik kan het niet zien. Ten 12e en de 26e moeten ze komen poetsen. Oké. Ik ga dat doorgeven ook aan mijn geburen. Ik dacht dat ik iets zag veranderen op mijn... Oké, ik dacht dat, dat er iets was veranderd in dat programma van telefoonkoppeling. Oei. Ja. Mijn gsm die heb ik dus op de... Zeg het. Zeg het. Help. Help! Help op de pombak. Kom niet op de naam. Pombak gelegd. Valesse, hier is hem. En waarom moest ik die nu hebben? Soms zit ik zo fel na te denken dat ik gewoon stilsta. Denk, 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 denk. Voilà. Dan ga ik dan nog eens een briefje sturen naar iemand toe. Kom hier naar mij, vraagteken. Enter. Ja, ik verwacht nog bezoek. Ook afgeleverd. Voilà. Ja, dus voor de rest ja, zie ik nog niks verschijnen. Ik ga ook zo'n uploader proberen integreren op mijn website van Psycho TV. Dus dat jullie dingen kunnen uploaden of versturen naar mij toe van, ja, van Euro Truck Simulator, Planet Coaster. En No Limits. Voilà. Het staat nog niet online op mijn website. Wanneer dat online gaat staan, dat weet ik nog niet 100% exact. Maar ik ga het wel integreren op mijn website. Dat jullie dus daar ook de bestanden en al kunnen uploaden. Met een leuk tekstje erbij van... Oh ja, dat is dat. Dat heeft dat mee te maken. Of dat heeft dat ermee te maken. Ja... Dat is zo gelijk een eigen pretpark. Wat bijvoorbeeld Bobby Aland. Waarom heb jij Bobby Aland dan nagemaakt in bijvoorbeeld een Planet Coaster? Bestaat dat eigenlijk al? Eens even kijken. En ik wou mijn externe harde schijfjes wel even activeren. Even geduld. Ja, die da 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 da. Ja, die da 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 da. En dan heb ik nog mijn USB-kist nodig. Voilà, mijn USB-poort. Voilà, ik heb op Steam gedrukt. Ja, Planet Coaster, juist. Dus ik ga eens even naar Planet Coaster toe nu. Dus ik ben nu even onderweg naar Planet Coaster. Even kijken naar Planet Coaster. Hier, voilà. Dan gaan we naar Workshop. Daar typ ik dan in Bobbejaanland. Enter. Ja, die, ah ja, die staat ook al op mijn dingen. Voor de dingen te doen. Kijk hè. Hier staat dus als beschrijving, omschrijving. First theme park copy of the theme park in Belgium.
Die heeft daar ook nog een... Hey, welkom op mijn kanaal, ik ben Remco. Ik dag Remco. Eerst, YouTuber. En zoals je al ziet ben ik fan van Planet Coaster en Planet Zoo. Ik ga voornamelijk jullie mijn eerste paar pretparken laten zien. Zoals je al zien is mijn eerste pretpark die ik ooit gebouwd heb. En we gaan daar niet verder op binnen, of zelfs heb ik copyright claims. Dus ja, het is echt heel mooi gemaakt. Jammer genoeg maar één screenshot. Dat is de deze. Hier ken ik al de Big Splash van buiten de buitenboomstammen. Maar ik vraag me af waarom dat die hier naar binnen gaat. Hier zo. Want die plateau staat buiten. Dit is de Bob Express. Die ken ik ook van buiten. De kinderspeeltuin. De monorail. Maar ik zie toch niet alles er zo echt op staan. Want er is nog wel een andere Bobby Aland, heb ik gezien. Door SWI. Zijn daar meerdere screenshots van? Nee. Maar, ik ga eens even weer kijken op dit screenshot. Hier zie ik opnieuw de Bob Express. Ja, Bob Express. Ik denk dat dat de Big Splash is. Ja, de Big Splash. De Okie Dokie. Hier moet eigenlijk Kinderland zijn. Dreamcatcher. Speedy Bob. De Revolution. Hier de Typhoon. De Sledgehammer. De Monorail. De Binnenboomstammen. Ja, ik wil wel toch zoals ooit eens een review doen. Maar nu ga ik wel de vlog beëindigen en ga ik die al in een kanaal steken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet aan mijn belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later, yo.